Oké, jongens, het is tijd voor een Jacco zegt. Dus laten we maar meteen beginnen. Druk allemaal op het duimpje omhoog. Gebruik support creatorcode DutchTerms. Leuk dat je kijkt naar deze video. Lekker Jacco. Krijg je de leiding en dan zeg je niet even hallo. En hoe ze mee kunnen doen. Chill. Hey, ja, nee, deze houden we erin. Ja, nee, je krijgt geen tweede kans, Jacco. Het is Jacco zegt en... Kan dit eruit gebruiken? Gebruik supportercode DutchTerms. Leuk dat jullie allemaal kijken ook. En ik ben Jacco, jullie gastheer van vanavond. Is er een vrijwilliger die op deze knop wil drukken? Mocht je dit nog leuk vinden en zou je een keer mee willen doen, join onze Discord. Join de Discord-server. De link staat in de beschrijving. Oké, wacht, ja. Snel op een vrijwilliger die op de knop wil drukken. Ja, daar, hier, iemand die loopt de pickaxe in te springen. Hier, ja, potverdorie. Maar deze crowd zit ook en dat mag niet. Je deed ook iemand emoten, hè? Oh, echt? Nee, ja, die heb ik niet gezien. Het is zeg maar de bedoeling, je mag alleen wat doen als ik Jacco zeg. Anders ben je af. Had ik misschien voor de tijd moeten vertellen, maar... Dan bewoog nog iemand. Hey. Oh, ja, die zag ik. Ja. Af jij. Yep. Oké, nou, jongens, volg mij. Dan gaan we naar... Nog iemand! Jacco, je bent echt slecht! Achter mij. Je hebt niks te zeggen. Achter mij. Je ziet ook heel vaak dingen niet. Achter mij. Ik heb niks gezegd. Hij heeft niet meer gezien. Oké, ik heb niet gezien. Hij heeft pickaxe, hij heeft gelopen. Oh. Echt slecht hoor. Was jij het? Eerlijk zijn. Kloutje maar als je het was. Jacco zegt, kloutje als jij het was. Oké. Nee, ik vind het heel eerlijk van je, dus... Dus je bent af. Ja, nee, loop maar mee. Waarom trap je niet in? Oké, Jacco zegt, volg mij. Goed zo. Jacco zegt, crouch. Oké. Ik wil meteen deze doen. Hier ga ik hem altijd bij af, dus... ik laat jullie nu eens voelen hoe het is. Oké, jullie mogen weer gewoon lopen, hoor. Je stond... Voor mij. Oké, jullie mogen allemaal staan. En dan mogen jullie opdelen in groepjes voor de deuren. Succes. Ja, nu ga ik streng zijn. Oké, Jacco zegt, jullie mogen staan. Oké, Jacco zegt, iedereen moet zich verdelen over de deuren. Ik wil dat bij elke deur sowieso iemand staat. Nee, wat doe je niet? Hij was het niet! Maar hij crouched wel! Ja! Het was die andere en die sloeg ook! Echt waar? Ja, die sloeg net nog naar je met de pickaxe. Foei. Iemand aan het springen. En nog iemand die springt? Jonge Jacco! Oh, ik let niet op. Nee. Springen niet, crouchen. Ik wil deze nog even doorlaten. We hebben precies genoeg. Jullie mogen allemaal de deur open doen en naar binnen lopen. Ik ben benieuwd. Nee? Nee, Oké, Jacco zegt, open je deur. Had ik gezegd dat je mocht lopen? Oh, hij heeft nog wel de goeie. Oké, jullie mogen allemaal... Jacco zegt, loop door je deur, spring op de bouncer en kijk waar je uitkomt. Nee! Hey. Oh, geluksvogel. Ben je de enige? Ja. Oh, nee. Oh. Twee. Hey, nog iemand. Drie. Drie. Kom maar hoor, meneer de vis. Jacco zegt, kom maar, meneer de vis. Jacco zegt, volg mij. Deze kant is niet mogelijk. Volg me maar deze kant op. Jacco zegt, kom hierheen. Goed gelovige Jacco hoor. Ik vind dit leuk. Ik kan ook hier mensen afmaken. Oké, Jacco zegt, jullie mogen allemaal dit parcoursje afleggen. Om de beurt. De volgende mag. Oh. Jacco zegt, de volgende mag. Oh, als ik faal, dat zou echt heel erg zijn. Wat deed die? Het lot ligt in jouw handen. Ja, ik zie het. Oké, daar gaan we. Oh, te kort. Okay, ik zag hem meteen al. Ik ben de winnaar. Helemaal niet, joh. Hier. Jongen. Oké, ronde nummer 2. Gebruik nog steeds supportercode DutchTerms. Wie gebruikt allemaal supportercode DutchTerms? Jacco zegt, crouch als je supportercode DutchTerms gebruikt.
Oké, okay, ja, nee, dit wil ik zien. Gangverandering. Ben je de enige die het niet gebruikt? Oh, oké. Okay. Dan mag jij met me meelopen. Jacco zegt, dan mag jij met me meelopen. Wat? Huh? Jij niet. Oh. Die, heb, die zie ik door de vingers. Oké. Okay. Druk dit nog maar in. Oh, stiekem heeft hij helemaal geen spoorkredencode. Ja. Knop. Oké, okay, Jacco zegt, jij mag de knop indrukken. Nee, erop lopen, zeg maar. Ja. Jacco zegt, volg mij. Wat een eer. Wacht, beloon ik hem nou omdat hij niet gebruikt? Wat? Ja, wie volgt jou? Je sprak de hele tijd tegen hem als individueel, maar oké. Okay. Oh ja, iedereen mag me volgen. Jacco zegt, iedereen mag me volgen. Yes, XP, hoppatee. Jacco zegt, wie het laatste op een rood-groene sjaal staat, is af. Succes. Oeh, kijk, kijk. Oké, okay. Jij was de laatste. Even kijken of de rest... Oh, jij bent nu als laatste. Je sprong eraf. Nee, er staat helemaal niet eens iemand op. Staat. Oh. Ja, maar er staat iemand helemaal niet op een sjaal. Joe. Echt waar? Er zijn er twee mensen niet eens op een sjaal. Oh ja, muts. Hier. Foei. Ja, en die was daar niet eens ergens op. Oh ja, inderdaad. Oh. Jacco, een beetje... Hé, hey, kom op, hè. Jongen, 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 jongen. Is een rood-witte sjaal. Is iedereen kleurenblind geworden? Ja, yeah. Hey, Jacco, ga even niet even jouw kleurenblind op iemand anders afschuiven, hè? Jongen, jongen. Oké, okay, Jacco zegt, volg mij. Jacco zegt, wie het laatst op een boomstam van de buitenste rand staat, is af. De binnenkant mag niet staan. Je kan niet op dezelfde boomstam staan. Dat is onmogelijk. Oh. Oké. Okay. Jullie mogen allemaal een boomstam verder springen. Het is leuk. Dus iedereen in de buitenste rand. Dus meneer de robot springt naar deze. En die, meneer achter hem springt naar die. Snap je hem? Oké, okay, allemaal tegelijk springen. Allemaal tegelijk doorspringen. Dat is wat Jacco zegt. In 3, 2, 1. Ho! Oh. Naar midden? Oh, die zijn gewoon af. Op de buitenste rand eentje verder springen dat jullie in een rijtje waren. Oké, nou, toch weer drie mensen afgekregen. Leuk. Heel goed. Jacco zegt, spring maar naar beneden. En volg mij. Het is een N, dus jullie mogen me gewoon volgen, geen paniek. Nou, Jacco, bevalt het je om alles te mogen zeggen voor een dag? Ja, leuk. Leuk, het bevalt me wel. Kunnen die altijd doen? Nee. Oké, okay, Jacco zegt, kies allemaal een platformpje uit met een kleur. Er zijn drie platformpjes die afgaan, als ik het goed heb ingesteld. Nou, een boop van zegen. Weet je het zeker, mevrouw? Ja, ik ga gewoon een keer voor een leuke rood. Misschien is het reverse psychology, hopelijk. Waar is de knop eigenlijk? Hé, oh, hey, er staan drie op groen, dat kan niet. Oh, nee, nee, dat mag niet. Foei, 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 foei. Er moet op elk platform één iemand staan, dus één van jullie moet weg. Ja, hoezo mogen we met z'n twee iemand wegduwen? Ik vind dat die andere twee naar die paarse moeten en die ene ja, terug mag. Ja, alle twee daarheen. Ja, allebei naar paars. Vind ik een goeie. Ik ga echt lachen als die andere twee allebei doodgaan. Ja, gewoon één wegpesten met z'n tweeën, dat kan toch niet? Ja, hij is de matmaker, die vis. Die weet welke meneer is. Ik heb ze zelf ingesteld, ik heb ze zelf ingesteld. Robot, daarheen. Jacco zegt. En de vis ook, hop. Ja, meneer de vis ook. Oh, die Jacco, dat was dus een stille hint voor mij. Oh, okay. Hé, hey, ze staan niet bij het tonnetje. Ik zou ze gewoon afschieten nu. Nu is het klaar hoor, Jacco. Beetje streng zijn. Jacco zegt, iedereen moet tegen het tonnetje aanstaan. Of erop, dat mag ook. Oké. Okay. No! Oh. Hé, hey, no. Zie je, ik heb je gered! Heb je gered? Oh. Ik heb je gered, zie je? Okay. Ze wouden je opofferen. Dus als jij je nu opoffert voor mij, kan ik winnen. Nee. Jacco zegt, volg mij maar weer. Hé, hey, zie je dat? Ik zit weer bij de laatste drie, hoppaté. Ja, heel spannend, Jacco. Moet ik hier een leuk spelletje op zien, te verzinnen? Jacco zegt, volg mij. Oké. Okay. Zo! Wat? Zo! Hij is hier in de rift beland. Wat? Huh? Hij is hier in Doolhof. Oké, okay, wacht, oké, okay, blijf daar.
blijf in Dolf. Jacco zegt blijf in Dolf. Degene die als eerste van jullie twee de ene meneer in de Dolf heeft gevonden, die wint. Ja, precies. Succes. Dit is leuk. Hoe overal liefde. Wat? Ze gingen door dezelfde rift. Oh, en Vincent. Jij kwam ergens anders, schat. En die andere kwam weer ergens anders. Oh, hij heeft hem gevonden? Ja. Hij heeft hem gevonden. Dan moet ik Vincent zoeken in het dorp. Oh. Nee! Damn it! Oké, nou, nieuwe opdracht. Wie van jullie twee als eerste uitgang heeft gevonden? Dat is de echte winnaar. Oké, iemand is eruit. Zo. Meneer de rugzak. Hij heeft gewoon direct de uitgang gekregen. Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Oh. Oké, volgende ronde. Oké, nog een rondetje. Jacco zegt middelste rij crouch. Die was laat, hè? Zo. Geef je zoveel speling. Oeh. Ja, dat is lastig, inderdaad. Nee, dat doe ik niet. Jacco luistert gewoon naar spelers. Jacco is echt een linker rij. Spring! Jacco zegt linker rij, crouch. Wat een sukkels, wij zijn de rechter rij. Ja, maar van Jacco. Nee, wij kijken toch naar Jacco, wij zijn de rechter rij. Oeh. Ja, maar wij zijn de rechter rij. Oh, ja, ja, voor jullie gezien inderdaad. Wel. Ja, Jacco praat tegen ons. Wij kijken vanuit ons perspectief. Ja, maar ja, dat is echt wat je maakt. Nee! Nu heb ik echt keuzestress. Ja, wij kijken vanuit ons perspectief, toch? Niet voor beide kanten niet. Nee! Oké, iedereen mag staan en even meelopen. Oh, ik vind het wel heel slecht hoor, Jacco. Hé, maar alle mensen hier, die zijn sowieso weer gaan staan, Jacco, die je net zei die moesten crouchen. Wat is... kom op, get up your game, chef. Ja, hoppatee. Ja. Oké, Jacco zegt... Volg mij. Oh, er staan mensen weer op, Jacco. Oh, ik weet niet wie dat waren. Oké, Jacco zegt, jullie mogen allemaal het ijsje opeten. En dan het ijs opgaan. Nou, ik kan het niet opeten, maar ik vind het wel heel lekker. Oké, Jacco zegt, rij allemaal maar het ijs op. En beuk elkaar maar lekker in de gaten of van de mappen. Intussen zal ik op wat knopjes drukken en kijken wat die doen. Je moet wel in je voertuig blijven zitten trouwens. Iemand van de baan af. Dat vind ik een af, want je bent van de baan. Echt? Toch iemand van de baan? Ja, je moet op het ijs blijven. Zit er gewoon iemand in de gaten? Ja, gat 1. Ik ga gat 1 opengooien. Oh, iemand stapt uit zijn auto! Oh, ik zie het. Meer de sneeuw. Ja, zo. Ik heb me even in gebeukt voor je. Oh, ja. Woehoe! Die de mooiste drift kan maken, die krijgt bonuspunten, jongens. Oh, my god! Vond je mijn drift niet geweldig? Why, wat vind je dat? Oké, die vind ik heel cool. Oké, laatste drie man. Volgen met mij. Hij saved zichzelf. Oh, dit krijgt echt heel goede pluspunten. Oké, jullie mogen maar uitstappen. Jacco zegt jullie mogen maar uitstappen. En met mee schaatsen. Doei. Waar is Jacco eigenlijk? Oh, ik ben de shadowbomb, kom nu achter. Ik dacht dat het een smokebomb was. Ik vlieg hier. Hallo. Nee. Deze kant op. Je hoedje vliegt! Je petje vliegt! Echt? Je petje! Je ketting ook! Krautjes! Krautjes! Ja! Die ben ik heel benieuwd. Jacco, ga daar eens in het midden staan. Oké, jongens, ik heb hier een heel spannend bandenparcours. Neem je nou niet serieus? Nee, ik neem jou echt niet serieus. Ik ben heel serieus, want ik ben Jacco met een hoge hoed op. Ja, ik zie het. Ja, Jacco heeft echt een hoge hoed van zichzelf op. Jacco zegt, jullie mogen naar dit parcoursje komen. Gaan we deze doen. Alweer. Oké, Jacco zegt, jullie mogen ons weer dit parcours afleggen. Oké. Succes.
flinke aanloop en laat springen. Oh, weer geen winnaar. Ja, we hebben één winnaar gehad. Nou, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Jacco Zegt. Hopelijk vond je het leuk. Druk even kaart op, duimpje omhoog. Mocht je nou een keer mee willen doen, join dan even onze Discord. Linkje daarvan staat in de beschrijving. En vind je Jacco nou leuk? Hij is nog vrijgezel en vrijgezellig. Zie ik jou graag de volgende keer bij een nieuwe Fortnite video. Gebruik supporter creator code DutchTerms. Ciao!